Hallo vriendjes en vriendinnetjes en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Maker. Welkom terug bij Super Mario. Het is toch niet helemaal hetzelfde zonder het intro deuntje van de game zelf. Ik kan wel helemaal het leuke intro gaan zingen, maar dat heeft geen zin. Laten we gewoon beginnen jongens. We zitten in de level wereld en we gaan wederom jullie mappie spelen. Volgende week ga ik ervoor zorgen dat Link hier al langs komt om het level te spelen. Het komt goed jongens. Jullie hebben lang genoeg gewacht. Hey, heb je al geabonneerd? Want mijn kanaal heeft nu zoveel abonnees. Oh mijn god, dat is bijna 510.000. En je weet wat er gaat komen bij 510.000. Anyways, vorige week hadden we het kommetje van Freezy Loon behandeld. En we hebben alleen maar level 1 gespeeld. Dat was een speedrun leveltje. En die persoon zei dat in level 2, dat die speciaal voor mij was gemaakt. De comment staat hier trouwens ergens in beeld. En ik wilde heel graag nog level 2 spelen voordat ik verder ga met een andere comment. Dus dat gaan we nog eventjes doen in deze video, want dat vind ik wel zo eerlijk. En hier is dat leveltje Rainsy van Keynesy staat er met het JSS logotje natuurlijk. Dat staat daar gewoon. Fucking nice. Een speedrun level eerst met de auto en daarna met de voet. Ik ben wel benieuwd. Deze heeft al wat meer clears. 11 van de 801. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit level. Of hij hopelijk is niet zo moeilijk als het eerste level. Maar hij zei in zijn comment dat het niet het geval was. Dus ik maak me niet zo heel veel zorgen. Maar laten we beginnen. Ik ben benieuwd. Een leveltje voor Jones. We pakken de auto. En we gaan over de... Oh, we moeten Tromp ontwijken. Dat is heel goed. Ik wist niet wat de bedoeling was. Oké, we moesten blijkbaar over de Tromp heen. En daarna over dat blauwe heen. We moeten over de Tromp. Let's go. Gaan. En dat blauwe. Oh, het is een bouncer. Ik dacht dat het zo'n platform was die je mee ging nemen. Dus ik wilde daar afremmen. Ik had serieus niet begrepen dat het was. Oké, daar gaan we jongens. We gaan. Dit is leuk. Oh, dit is leuk. Je hoeft niet heel veel te doen. Oh. De Tromp zit letterlijk. De Tromp zat letterlijk aan me vast. Oh, wat is dit? Oh, je moest daar springen. Je hoeft het hele level niks te doen, maar daar moest je springen. Oh, dit is leuk. Ik heb nog nooit een speedrun leveltje gezien met de auto. Dus het is heel erg leuk om te doen. We hebben de Tromp niet nodig. Hop. En dan gaan we over de ding heen springen dit keer. Dat was te vroeg. Het was veel te vroeg. We moeten eerst een stukje over de rode blokjes en daarna springen we. En hop, we gaan hier omhoog. En dan gaan we langs de spikes en spring! Spring! Hop. En we moeten over de bullet bill heen. Oh, dat ging heel goed. En we gaan in de warpdoos. Waar gaan we heen? Hebben we de auto nog? We hebben de auto nog. En we gaan terug. We gaan onder de Tromp door, over de Tromp heen. Oh, jemig. Dat ging... Oh. Oké, de auto heeft niet heel veel levens meer, jongens. Ah, de auto stuk. Oké. Ik weet niet of we hem nu nog kunnen halen. Te voet. We gaan het gewoon proberen. We moesten volgens mij hier alsnog uit, want dit is een pijpie. Ik weet namelijk niet of je met auto in pijpie kan. Anyways, we hebben de eerste checkpoint. Dat was een heel leuk eerste stukje. Dat vond ik echt heel vet om te doen. En we gaan speedrunnen. We gaan... Oh, er komt lava omhoog. Dat zien. Er komt lava omhoog. Dit is problematisch. Dit is problematisch. Oh, no. Hopelijk is dit tweede stuk niet zo moeilijk als de hele eerste... de hele eerste speedrun map van vorige week. Ik heb geen zin om weer anderhalf uur vast te zitten in een leveltje. Ik weet ook niet hoe je het beste kan springen. Nou, dat is wel goed. Oké. Je moet gewoon A-jumps doen. Die werken het makkelijkst. En niet dus zo gekke... Woehoe! Sprong doen, weet je wel. Dat heeft geen zin in deze game. Oké, dat ging goed. Oh, dit is wel vervelend. Wat was de bedoeling hier? Oh, ik denk dat we die dingen niet mochten raken. Nee, het ging zo goed. Oh, ik zie het al. De eerste twee keer kan je springen voor het uitroeptekenblokje. En de laatste keer moet je erna springen. Dan moet je een late jump doen. Dus twee early jumps en dan meteen een late jump. Oké, I get it. Early jump, late jump. Hell yeah, dat ging perfect. En we gaan in de warpboxie. Waar komen we terecht, jongens? Warpbox Palooza. On-off switches. Oké. Oeh, dat ging maar net goed. Dat ging maar net goed. Hebben we hem nou gehaald? Oh, we hebben hem gehaald. Yay! Deze was inderdaad al een stuk easier dan het eerste leveltje. Maar wederom, alsnog, heel erg vet. Freezy Loon, dankjewel voor deze speedrun level die je speciaal voor mij had gemaakt. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel JSS referenties had. Behalve dan de naam van het level. Maar het was een leuk leveltje. Ik vond hem erg leuk
op naar het volgende commentje. De volgende comment is geplaatst door Matthias van Gunderbeek. En hij zegt: hey Joost, ik zou het heel tof vinden moest je mijn map willen spelen. Ik weet zeker dat je hem wel kunt halen. Ik geloof in je, het idee is... Veel succes en alvast bedankt voor het spelen. Nou, Matthias. Dit is het leveltje SMM 2 NSB U World 1-1. Easy level from New Super Mario Bros. Een beetje een gekke naamgeving voor je leveltje. We gaan hem spelen. Ik ben benieuwd, Matthias. Het is een beetje inderdaad raar. Heeft hij gewoon letterlijk New Super Mario Bros. Nagemaakt of is dit wat anders? Nee, dit is wat anders. Oké. Oh. Oh, no. Ik was nog aan het wachten. Ik denk, ik kan hier wel gewoon overheen. Ik wacht hier wel gewoon tegen de paal aan. Dan spannen ze niet. Oh. Thanks, Matthias. Jesus Christ. Het begint nou al goed. Oké, ik moet even wachten tot die klote planten zijn gedespawned. En dan kennen we namelijk dat erop zo. Er zit daarboven een wonkiemakker. Yo. Serieus? Hoe groot is die kans dat ik precies op dat moment tegen een spikerbal aanspring? Are you kidding me? Oké, we zijn er overheen, eindelijk. Ik moet even kijken wat de bedoeling is. Kunnen we die mollo's killen daar? Denk het wel, Rog. Oh, niet meer. Dat is heel fijn. Ik denk ik kan ze killen, maar niet als we dat gaan doen. Hoep. En twee mollo's gekilled. Gaan ze al die ranches weer gooien. En het regent nog steeds van die makkers beneden hier, oh. Kunnen we... Deze ook dood. Oké, goed. Bukken we daar even voor. En... Oh. Het is... Nee! Precies op dat moment. Wederom. En dit leveltje, die timed echt letterlijk alle ranch throws precies op het goede moment. Oh no. Oké, ik geef dit level nog 4 of 5 pogingen en dan ga ik een ander level spelen. Van het feit dat het gewoon allemaal random shit op een hoop gestapeld is, maakt dit level bijna onspeelbaar. Het is wat te doen, maar het is gewoon irritant. Alles lijnt niet lekker op. Het heeft geen uitdaging of zo. Het zijn gewoon random op elkaar geplaatste enemies. Het is gewoon nogal vervelend. Oké, nou, nu zijn we hier. Oké, dit is de laatste poging. Ik ga kijken hoe ver ik kan komen. Kan die tromp weg? Dankjewel. Die ranches maken het niet heel veel beter. Oké, laten we eventjes langzamerhand alle ranches killen. Hoppakee. Nou, er zitten natuurlijk nog 2 ranches. Oh, dat was even een moeilijke sprong daar. Zit er nou precies eentje tussen? Are you kidding me? Zitten er zelfs 2 tussen nu. Oh, no. Dit is... Fuck jouw level, Thijs. Ik zweer het. Ik wil het niet eens proberen. Gewoon dat het allemaal poep is. Het is allemaal onzin. Oké, ik ben helemaal klaar mee. We doen nog 1 level commentje en hopelijk is dat wel een goed leveltje. Want anders is de hele eerste map hier gewoon ten schande gemaakt door verschrikking. Goed, laatste commentje die we gaan doen in deze aflevering is van Dennis Games YouTube. Hij zegt, hallo Joost, ik heb een map gebouwd. Hij is niet heel moeilijk, maar ik heb er wel veel moeite in gestoken. Dit is de code. Bleh. Het is wel zijn eerste map, dus moet ik vertrouwen hebben? I don't know, we gaan het gewoon proberen. Hij heet Feest. Deze map heeft van alles wat. Oké, dat klinkt eigenlijk al niet goed. Whatever, we gaan het spelen. I don't know 14, dat is zijn naam. Ik heb eigenlijk al helemaal geen vertrouwen in dit level. But we go with the flow, oké. We beginnen al heel mooi hier, oh. Oh man, one-uppie. Oh, die krijgen we ook gewoon. Wat fatsoenlijk. Wat lief van hem. Oké, we kijken... Oh, ik wilde nog kijken wat er in de vraagtekenblokken zitten, maar... Blijkbaar gaan we daar niet naar kijken. Deze map heeft van alles wat, zegt hij, dames en heren. Oh, we krijgen een power-uppie waar we niks aan hebben. Oké, de Goombas gaan daar gewoon vanaf. Er zit ineens een zon. Wat moet die zon nou weer hier? Oh. Waarom leef ik hier nog? Kill me. Het is heel gek dat het... Heel raar dat ik daar het overleefd heb. Beetje gek. Maar oké, dit level heeft inderdaad van alles wat. We gaan het zien of het een beetje een leuk leveltje is. Gaan we het nog een keer proberen. Dit keer proberen niet van het level af te springen. Ik zeg het letterlijk. Ik zeg, laten we proberen niet van het level af te springen. En wat doe ik? Ik spring van het level af. Ik zag overigens wel een stukje land daar beneden. Dus ik ben wel benieuwd wat dat stukje land is. Laten we even kijken wat hier beneden zit. Oké, goed. Het is gewoon een random stukje land. Eerst dacht ik van, misschien heeft hij daar een deur geplaatst. Death exit maybe. Maar nee. Het is geen death exit. Oké, laten we dit keer nu wel gewoon fatsoenlijk op de doodskopje springen. Hij gaat wel heel langzaam. We'll go with the flow. En dan moeten we op de blauwe... Oh, jezus. Oh, jemig. Ik was een beetje bang dat dat zonnetje in één keer me volledig op mijn bakken ging staan. We hebben een ijsjump parcoursje. Oké. I'm game, jongen. Ik speel wat je wilt spelen. Dit is niet wat ik wilde doen. Ik haat ijs. Ik zweer het, ik haat ijs echt. Weet je nog die video van 2 weken geleden? Ik haat ijs. Ah, come on. Recht op de zon. Dat is lullig. Daar ben ik mijn power-up kwijt. Oké, ijs.
Ice, ice, baby. Oké, okay, we did it. We did the ice jumps. Er zit daar een vraagtekenblokje. Zal ik even kijken wat erin zit? Ik ben gewoon benieuwd. I'm curious. Oh, there we go. Het is... een secretje? Is dit een secretje? Het is volgens mij alleen om daar bovenop te komen. Maar volgens mij kon je daar sowieso bovenop komen. Had je dat plantje niet voor nodig, vriend. Dat had ook wel gelukt. Oké, nou, dit was de doorgang aan het begin van de... Oh, ik krijg een sterretje uit. Yay. Waarom gingen we terug? Nou, ze zijn mijn sterretje. We doen het zonder sterretje. Let's go. Let's go. Yoshi! Hell yeah. We deden het zonder sterretjes, zoals ik al zei. Wat is dit? Wat moet ik doen? Moet ik daar boven langs of moet ik naar beneden? Oh, Jonchi. We hebben hem gered, jongens. De Jonchi is saved. Hoe is het mogelijk? Oké, waar moeten we heen? Moeten we naar... Jonchi. Come on. Oh, ik denk ik save de Jonchi weer opnieuw. En precies toen ik dat zei, gebeurde dat. Oké, laten we proberen niet weer terug te gaan in de pijp. There we go. Oké, we pakken een Jonch. En dan gaan we hier beneden langs, denk ik. Moeten we hier naar beneden? Moeten we daarin? Wat? Ik weet niet precies waar het allemaal heen gaat, jongens. Oké, wee. Oh. Oké, jongens. Ik denk dat jullie wel beter kunnen dan de afgelopen twee leveltjes. Ik wil jullie niet blamen. Hij zei dat het zijn eerste leveltje was. En voor zijn eerste leveltje is het best wel prima. Laat in de reacties jouw leveltjes weten, jongens. Als jij denkt van, oh mijn god, ik heb zo'n vet level, Joost. Laat hem dan achter. Zet een hele goede omschrijving erbij. En zorg ervoor dat andere mensen die comment dan ook gaan liken, jongens. Want ik pak meestal de meest geüpvote comment. Want dan weet ik gewoon dat het een goede comment is. En dat is voor mij belangrijk. Dus hartelijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Super Mario Maker. Hopelijk vond je het leuk. Ik rol een beetje heen en weer op de hoop dat de editor het zo leuk doet dat hij mijn hoofd volgt in de camera. Want dat vind ik altijd heel erg grappig. Hey, thanks voor het kijken. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Want we hebben nu zoveel abonnees. En het zijn er best wel veel. En ik wil er meer. Dus abonneer voor meer. Dat rijmt. Oké, jongens. Tot volgende week. Doei.